wil samen met u lezen uit het Oude Testament, uit Exodus 17, de versen 8 tot en met 16. De tweede schriftlezing vindt u in Efeze, het zesde hoofdstuk, de versen 10 tot en met 17. Het gaat vanavond over de duivel, de Satan, de overste van de duivelen. En we gaan nadenken over de strijd en we gaan nadenken over de wapens. Daarom lezen we met elkaar eerst uit het Oude Testament, waarover de letterlijke strijd gestreden wordt, en daarna uit het Nieuwe Testament, waar het meer gaat over de geestelijke strijd. Dat is trouwens een kenmerk, hè? Psalm 35 hebben we gezongen met elkaar. Twist met mijn twist is hemelheer. Wil spies, rondas en schild gebruiken. Dat is oud-testamentisch, letterlijk de strijdbijl, het wapen. Maar in het Nieuwe Testament wordt er gesproken over de geestelijke wapenuitrusting. Daarom Exodus 17. En we beginnen te lezen bij het 8e vers. Toen kwam Amalek, een nakomeling van Esau, en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. En Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte van de heuvels. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch Mozes' handen die werden zwaar. En daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen. En de een op deze en de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte van het zwaard. Toen zeide de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat dit de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes, die bouwde een altaar en hij noemde zijn naam, de Heere is mijn banier. En hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn. Van geslacht tot geslacht. Efeze 6. We beginnen te lezen bij het 10e vers. Waar Paulus door de Heilige Geest opschrijft: voorts mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenuitrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenuitrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des boze zou kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord.
Tot zover. Ik zei u wel twee gedachten. De strijd en de wapens. We gaan eerst hier om. Ik heb u in het verleden wel meer duidelijk willen maken dat het Oude Testament eigenlijk een boek is vol met plaatjes. Nieuwe Testament, dan zijn de plaatjes eigenlijk weggenomen en zijn de woorden overgebleven. Zo zou je ook vanavond kunnen zeggen, in het Oude Testament zie je letterlijk fysiek de vijanden van God. Bijvoorbeeld de nakomelingen van Esau. Zij waren altijd bezig om het volk Israël te vernietigen. Amalek. Je kon het met je ogen zien. Het was ook een fysieke, letterlijke strijd. Oorlog. Niet zomaar oorlog, maar een gevecht tegen de duivel en met God. Dat zie je heel het Oude Testament door. Ook die geschiedenis die we vanavond gelezen hebben. Amalek wilde Israël vernietigen. Zoals Iran vandaag aan de dag dat vervloekte Israël een kankergezwel noemt. En probeert om Israël te vernietigen. De Bijbel leert ons in het Oude Testament dat het niet zomaar alleen maar een strijd was van vlees en bloed. Het was ook een geestelijke strijd. En Mozes die had het begrepen. God had gezegd, Mozes, jij moet op de berg gaan staan. En jij moet bidden, want daar ligt de kracht van de overwinning. En niet zozeer in het aantal soldaten en niet in het aantal wapens. Trouwens, het is geen letterlijke strijd alleen. Israël moet vernietigd worden door het zwaard van Amalek. Een voorbeeld wat we ook hebben gezongen met elkaar. Hè? Twist met mijn twisters, hemelheer. Misschien denkt u, wat moet je toch met zo'n psalm? Wat gaan mijn bestrijderen toch tekeer? Dat waren uitwendige vijanden. Maar wil u spies en een rondas, wapens, willen we die gebruiken om dat vreed geweld te fnuiken, de kop in te drukken? Daar werden letterlijke wapens voor gebruikt. In het Oude Testament was het een letterlijke vijand. In bepaalde landen is dat nog zo natuurlijk. Is er nog steeds een strijd, ook een geestelijke strijd? En dat gaat soms ook gepaard met uitwendige middelen, dat is waar. Maar toch is er een groot verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is ook waar dat in het Oude Testament de duivel, schrik niet, in mensen woonde. Belials zonen worden de zonen genoemd van Eli. De duivel zat in die jongens. Ze deden wel heel vroom en ze wandelden wel in de tempel. Maar het waren Belials kinderen. De Satan woonde als het ware onzichtbaar in de levens van deze jongens. In het Nieuwe Testament zegt Paulus in Efeze 2... wij hebben vroeger, toen wij nog onbekeerd waren, toen wandelden wij door de eeuw van deze wereld. Toen luisterden wij naar de overste van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Paulus spreekt hier over het eertijds. Het is niet te geloven, hè, dat u er zo uitziet. Dat u niet luistert naar Jezus en niet luistert naar Christus, maar dat u luistert naar de Satan. Waar zit hij dan? Nee, niet die man, die zwarte duivel met die zwarte drietand. Nee, die niet. Dat waren maar plaatjes om de mensen bang te maken in de tijd van Rome. Maar de Satan is vaak niet te zien, is niet fysiek letterlijk aanwezig. Maar hij zit in de lucht.
Dat betekent, hij zit overal. En hij heeft macht, macht op de mensen die op de aarde wonen. Dat is even heftig. Ja, en dat onderscheid ligt niet tussen kerkmensen en wereldse mensen. Maar dat onderscheid ligt alleen die in Christus zijn en die niet in Christus zijn. Als je niet in Christus bent, word je beheerst door de macht van de duisternis. Heftig. Niet zomaar een grappie om mens te zijn. Maar je bent een onderdaan van de duivel. Je bent aan hem onderworpen. Hij is jouw koning. Hij zit op de troon van jouw hart. En je ziet het niet. Je camoufleert het misschien. Je wil het niet onderkennen. Maar de Bijbel die zegt, vroeger zegt Paulus, ook in die vrome toestand toen hij leefde, was hij een onderdaan van de Satan. En Jezus zegt het, hè, in het Nieuwe Testament, in Johannes, tegen de Joden, jullie zeggen dat God je vader is. Maar weet je wie jullie vader is? De duivelen. Het zou toch niet zijn in Valburg, hè? Dat je in de kerk zit en uit de Bijbel leest. En dat je dit niet mag en dat niet doet. En dat je heimelijk toch door de macht van de Satan. Ik weet dat er mensen in de kerk zitten. Die weten wat de macht en de kracht van de Satan is. Dat ze de greep van Satan soms in hun geweten voelen. En dat ze geen macht hebben. Geen macht hebben om daartegen te strijden. Dat ze het moeten verliezen. Dat ze zich overgeven aan die duivelse macht. Aangrijpend. Maar het leven is echt aangrijpend. Ook mensen die psychisch soms zwak zijn. Zijn zo'n gemakkelijke prooi voor Satan. Daar komt het soms naar buiten toe. Mensen die de controle over zichzelf verliezen. Omdat de macht uit de boze hun gevangen houdt. Dat gebeurt niet in Syrië of zo, of in Arabië. Maar dat gebeurt ook hier in Valburg en daarbuiten. Een Canaanese vrouw, hè, uit de Bijbel, die met haar kind tot Jezus komt. En ze zegt, help me, want mijn dochter is van de duivel bezet. Besef u dat, gemeente? We zitten niet zomaar vrijblijvend in de kerk. Het is niet zomaar een zoethoudertje, maar er is een gevecht. Een gevecht vindt er plaats in de lucht. Maar dominee, ik zie er niks van. Ik zie er niks van in de lucht. Ja, maar de Bijbel die zegt dat de duivelen en de engelen een strijd voeren in de lucht. Ik geloof, gelooft u dat ook, dat er hier vanavond engelen zijn. Ja, 1 Korinthe 11, lees het maar na. Waar kinderen van God zijn, daar zijn de engelen. Daar zullen de boze machten en krachten die Gods kinderen schade willen toebrengen, zullen de engelen verhoeden. In de psalmen lezen we dat tot troost, dat Gods kinderen een beschermengel hebben. U ook? Maar dominee, ik zie er niks van. Nou, ze zijn rondom degene die de Heere vrezen. Daarom moet de vrouw ook een hoofddeksel op. Moet niet, dat mag. Waarom? Om der engelen wil. Waarom? Omdat die er zijn vanavond. Uit eerbied, uit hoogachting. Dat is geen traditie, dat is geen wet. Daarom zegt Paulus dat. Wij leven helemaal niet in die wereld. Wij zien aan wat voor ogen is, totdat God in je leven komt. Dan wordt het anders. Dan krijg je last van de duivel, toch? Dan ga je verder denken dan wat je ogen zien. Dan kom je erachter dat er een andere wereld is, die heel veel macht en kracht in zich heeft. Maar het kan zelfs nog heftiger worden. Zelfs Gods kinderen
kunnen last hebben van de Satan op een manier dat Jezus moet zeggen: Petrus, Satan gaat achter mij, want jij verzint de dingen die van beneden zijn en niet die van boven zijn. Ook Gods kinderen kunnen soms zo in de drang zitten, in de tang zitten van de Satan. De Bijbel, die staat er vol van. Niet alleen bij Judas, dat de Satan in hem voer, maar ook bij Gods kinderen, Petrus. De Satan laat zich nog op vele manieren meer zien, ook in Gods gemeente. Ik denk dat dit de meest tactische pijl is van de Satan, moet u horen. Ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, dat alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Paulus waarschuwt Gods gemeente om waakzaam te zijn, want de Satan zal proberen, net zoals bij Eva, om je te laten afwijken van de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. De duivel, hij wordt genoemd de slang, de oude slang. Hij wordt genoemd een verderver. Het is degene die twist en tweedracht zaait in Gods gemeente. De Satan, die schudt ons door elkaar en we staan machteloos. Nou ja, dat is de vraag. Daar gaat het tweede deel van de preek over. Zijn we overgeleverd aan die machten en die krachten? Is het God die daar leiding aan geeft? Overkomen ons die dingen om eigen schuld of overkomen ze ons zomaar? De Bijbel staat er vol van. Ik vind ook altijd ingrijpend en goed onthouden de tekst uit Lucas 22. Waar de Heer Jezus zegt: de Satan heeft uw lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Wat wil de Satan? Hij begeert, maar moet u luisteren. Onthoud hoor, dan spot je niet zo makkelijk meer met de Satan. Maar Jezus zegt dat de Satan de discipelen opgeëist heeft. Hoe kan dat nou? Kinderen van God. En dat de Satan daar een lust in heeft om ze te ziften als de tarwe. Opgeëist. Jezus zei niet: ik zal jullie daarvoor bewaren. Misschien moet ik het wat menselijk zeggen. Misschien kon dat zo niet. Want de Satan was aanwezig. Die kon zijn rechten laten gelden. Maar de Heer Jezus zei wel: de Satan heeft jullie begeerd, dus heeft altijd arm. Maar ik heb voor jullie gebeden dat je niet beproefd zal worden. Nee. Dat je geen last van de Satan zal hebben. Nee. Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet ophouden. Dus de Satan is werkelijkheid. Daar krijg je allemaal mee te maken. Dat kan ik niet verdoezelen. Dat mag ik ook niet. Het wordt je vijand. Is het je vijand? Of hobbel je gewoon met hem mee? Dan zou je niet zo erg veel last van hem hebben. Als je maar doet wat hij wil. En je mag ook vroom doen en je mag godsdienstig doen en je mag je naaste lief hebben, vindt hij allemaal goed. Heb je weinig of geen last van Satan. Maar als je hart op een andere plaats komt te zitten als vroeger, en dat de Satan van zijn troon gestoten wordt in je hart, en dat er een ander op de troon van je hart gaat zitten, dan krijg je echt last van de Satan. Dan zal hij alles proberen om je te laten tackelen, om je te laten vallen,
om je door de zonde gevangen te laten nemen, zou die alles aan doen. Daarom Efeze. Waarom de Efezebrief? De Efezebrief laat ons heel duidelijk zien dat we niet een strijd hebben met vlees en bloed. Dat kan best nog komen. Dat wij ook letterlijk te strijden hebben. Maar zoals het nu is in Nederland, hebben wij lichamelijk, fysiek, weinig last van uiterlijke vijanden. Nog wel. Maar we hebben wel Gods kinderen hebben te maken met de machten in de lucht. Geen strijd tegen vlees en bloed, Efeze 12, maar tegen de overheden en de machten, tegen de geweldhebbers der wereld en tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Wat moet je daar tegen doen? Ja? Naar de psychiater. Die zal u niets kunnen helpen. Die psychiater die is goed voor uw psyche. Natuurlijk komen daar geestelijke benauwdheden, duisternissen en donkerheid in uw leven. Maar een geestelijke strijd is nog iets anders dan een psychische strijd. Toch heeft het ook heel veel met elkaar te maken. Ook Gods kinderen kunnen soms zo in de strijd liggen met de Satan en met hun psyche. Daarom is psychologie niet los te maken van de mens. We zijn allemaal mensen. Ook Gods kinderen hebben een psyche. Maar de wortel achter de psyche bij Gods kinderen is de Satan die ons verderven wil. Wat wil hij dan? Hij wil ons meesleuren. Waarin dan? In het verderf. Welk verderf? Waar die zelf toe veroordeeld is. God die heeft een kuil gemaakt voor de Satan en zijn trabanten. De hel. God heeft de hel niet gemaakt voor mensen. Maar de hel was voor de Satan. En hij zal proberen om mensen op de plaats te krijgen waar die zelf straks naartoe moet. Welke plaats? De plaats van wening, van huilen, waar tandengeknars is. Waar de Satan geworpen zal worden met zijn legioen engelen. En al degenen die de verschijning van de Heer Jezus Christus niet hebben liefgekregen, die zullen daar straks komen. Mijn broeders, we zijn zwakkelingen. Wat moeten we tegen deze krachten en deze machten doen? Zijn we overgeleverd, willekeurig? Nee, word krachtig, zegt Paulus in de Heere. Daar begint het mee, daar begint het mee. Vers 10, word krachtig in de Heere. Als je nooit weet en geweten hebt wat het is in je eigen zwakheid, dat de kracht van Christus in je woont, dan ken je dat ook niet. Paulus zegt tegen de gemeente en tegen de gelovigen, verwacht het niet van menselijke krachten, maar verwacht het van de kracht die van God is in onze zwakheid. God maakt geen sterke mensen. God maakt geen krachtpatsers. God maakt je zwak. Die maakt je afhankelijk. Waarvan dan? Van de kracht van God. De Heer heeft beloofd dat zijn kracht in onze zwakheid volbracht zal worden. Dat is het eerste wat Paulus zegt in de Efezebrief tegen de gelovigen. Word krachtig in de Heer, sla niet op je borst. Bouw je vuisten niet. Want het is de kracht van mij in jouw zwakheid. Wanneer jij wankelt, wanneer jij er niet meer tegenop kan, is het mijn kracht in jouw zwakheid. Dat is het eerste. Kent u dat? Dat je zo leven mag door genade. Een zwakkeling, kwetsbaar, een zuchtje wind en hij ligt al. Maar mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Dat is het eerste.
En het tweede is, doet aan. Doet aan? We hebben niks aan te doen. Kinderen van God, doet aan. Wat? De wapenuitrusting van God. Want anders kun je niet staande blijven voor de listige omleidingen van Satan. Het is een bevel. Voor wie? Voor de gelovigen. Tegen de gelovigen wordt gezegd, wapen je, doe die wapenuitrusting aan. Die wordt je niet aangedaan, die wordt je aangereikt. Opdat je gewillig dat harnas zal aandoen. Nee, niet zoals David. David voelde zich niet thuis in het harnas van Saul. Maar Gods kinderen die moeten leren om te strijden tegen de boosheden en de machten die er zijn in hun leven, in hun slaapkamer, in hun keuken, in hun gedachten. Daar moet niet een letterlijke wapenuitrusting aan gedaan worden en niet een letterlijk zwaard, maar een geestelijke wapenuitrusting. Als u zonder wapenuitrusting morgenochtend wakker wordt, moet u erop rekenen dat u om 10 uur moedeloos bent. Want de Satan schiet zijn pijlen af. Vooral als hij ziet dat u slordig bent. Een slordige christen. Die het misschien wel van God verwacht, maar die wapenuitrusting makkelijk thuis laat en niet aantrekt. Die zichzelf overschat. Dat zijn de beste prooien van de Satan. Ik vraag u vanavond, ik meen het oprecht, ik bid u die wapenuitrusting aan. Wilt u hem aandoen? U zegt misschien, ik voel me er niet makkelijk in. Meent u dat nou? Wilt u dan een makkelijke prooi zijn? Voor de vijanden die u omringen, van uur tot uur. En u zit in een hoekje te klagen en te steunen. En u zegt, ik ben gewond, draag me uit het leger. Maar u hebt de wapenuitrusting niet aangedaan. Je hebt slordig geleefd. Zoals met een jongen en meisje ook zo is, hè? Misschien een kwetsbaar iets, maar ik zeg het gewoon maar even. Ik vraag zo vaak, hebben jullie gemeenschap gehad voor je huwelijk? Anders mag je niet overtrouwen. En dan komt het eruit met een brok in hun keel. Ik zeg, nou, gelukkig mogen we schuld belijden, toch? Maar waarom heb je de wapenuitrusting niet aangedaan? Waarom heb je gedacht, dat overkomt mij niet? De Satan wil maar één ding. Dat je al de geboden van God met je voeten vertrapt. Maar de Heere wil je beschermen. Doet dan wel de wapenuitrusting aan. Want de duivel is listig hoor. Hij is zo listig. Hij had me vanmorgen ook te pakken. En dat zal hij ook bij u proberen. En als de dominee valt, dan juicht de hel. De listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En niet tegen de dingen van deze wereld. Maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom trekt die geestelijke wapenuitrusting aan. Opdat je staande zal blijven. Het is geen wapenuitrusting om te gaan strijden. Om een ander zijn hoofd eraf te hakken. Maar het is een wapenuitrusting om je te beschermen. Want de Satan schiet zijn pijl af. Gedoopt in het vergif. Met het enige doel dat u op de zwakste plek in uw leven
wil treffen. U weet wat uw zwakste plek is, hè? Porno? Ja, afschuwelijk, hè, maar het is gewoon realiteit. Of is het irritatie? Of is het dat u anderen oordeelt? Het zijn pijlen van Satan. Maar dominee, ik kan ze niet weren. U hebt geen wapenuitrusting aangedaan. Doet aan de wapenuitrusting, omdat je niet, dit moet u onthouden, omdat u niet van uw plek wordt afgestoten. Waar sta ik dan? Waar sta ik? Waar sta ik in deze strijd? Hier sta ik. Ik ben in Christus een nieuw schepsel. En het oude is voorbij gegaan en het is allemaal nieuw geworden. Daar wilde je vandaan hebben. Maar blijf staan. Wees standvastig, zegt Paulus. Als de duivel zijn pijlen afschiet, blijf staan waar je staat. Waar God je neergezet hebt. Daar. Dat is het belangrijkste. Er zijn heel veel kinderen van God. Die worden soms van hun plek afgedreven. Door de verleidingen van Satan. En gaan twijfelen. Twijfelen aan het werk van God. Omdat ze niet zijn blijven staan. Omdat ze dachten dat ze sterker waren dan dat ze waren. Ze hadden die wapenuitrusting eigenlijk niet nodig. U toch wel? U bent zo'n zwak plantje, ik ook. En als God het je nou aanreikt, legt het niet naast je neer. Door te zeggen, ik heb geen tijd, ik heb zo druk. Het ligt me niet, dominee, om met heel de dag met dat harnas, welk harnas? Met het woord, met het zwaard van het woord, met het schild, met het borstwapen, om daar heel de dag mee te lopen. God bewaart zijn kinderen toch wel. U bent al getroffen. Door de pijl van Satan. En u denkt standvastig te zijn. Lieve gemeente. Waakt. En wees nuchter. En weet de staat. De boze. Dat kan alleen. Als je de wapenuitrusting. Van de Heere draagt. Staat. Dan. Het is een militaire term in het Grieks. Die Paulus gebruikt. Voor een leger. Een leger wat zich opmaakt om te gaan strijden. En hij zegt, blijf staan waar je staat. En doe om je lendenen, je middel, een riem om je middel. Om je lichaam stabiel te houden. Een ondersteuning voor het zwakke punt van je lichaam. Omgord je met een lende, met een brede riem om je lendenen. Wat is die brede riem die die soldaat aandoet? Paulus zegt dat is de waarheid. Als je de strijd ingaat, laat de waarheid om je lendenen zijn. Want als de waarheid geen waarheid meer is, word je zwak. In een scharnierpunt kun je niet meer buigen. Ben je onbekwaam om te strijden? Ga niet liegen, ga niet bedriegen, spreek de waarheid. Het wapen om de Satan van je te weren als je 's morgens je bed uitstapt. U wordt 10 maal per dag verleid door de Satan om te liegen en te bedriegen. Om een halve waarheid te spreken, om goed uit de verf te komen voor mensen. U hebt u niet omgord. Met de riem om uw lenden van de waarheid. Waarheid staat bij u niet hoog in het vaandel. En de Satan heeft u geraakt op een zwak punt in uw lichaam. En u kunt niet christen zijn zoals u misschien zou willen. Komt het wat dichterbij, gemeente. Dat plaatje van die Romeinse soldaat met die Romeinse wapenuitrusting is misschien een indrukwekkend plaatje. Hè? Voorwaarts christen, strijders en zo. Hè? Maar nou de praktijk.
Hebt u vanmorgen de riem omgedaan van de waarheid? En dat de Satan u misschien wel iets influisterde. Of je hebt je vrouw bedrogen. Of je liegt en bent niet eerlijk in de kerk. En je doet je voor als vrouw, maar je hebt de wapenuitrusting afgelegd. Je bent niet betrouwbaar. Je bent al geraakt door de pijl van Satan. Maar het is niet alleen dat die riem om je lendenen, maar het is ook dat borstwapen wat het edele deel van je leven beschermt, je hart. Is het borstwapen van de rechtvaardigheid, van de gerechtigheid. Wil je staande blijven tegenover de Satan? Sta dan waar u staat en doe het borstwapen aan. Dat hij niet gaat peuteren aan uw staat. Dat hij u niet aan het wankelen brengt of u wel waarlijk een kind van God bent. Wapen u zelf. Het is het belangrijkste deel om je te wapenen met de rechtvaardigheid. Dat Gods kind mag zeggen, ik ben in Christus rechtvaardig voor God. Daar sta ik. En daarachter ben ik veilig. Veilig voor de Satan en zijn pijlen. Maar we hebben ook nog voeten. Want we staan gereed om uit te gaan zoals in Egypte. En ze mochten niet eens zittend eten. Ze moesten staande eten. Ze mochten niet eens gebakken brood eten, maar ongedezen brood. Ze moesten gereed staan om op het bevel van de bevelhebber Egypte te verlaten. Jullie hebben toch ook je voeten wel geschoeid met de sandalen. Die niet de dood verkondigen, niet het oordelen, niet de vloek en de dood. Maar jullie voeten, die zijn toch lieflijk om het goede te verkondigen. Je bent toch bereid ten alle tijd, te getuigen van je meester. Als je dat doet zonder borstwapen en als je dat doet zonder de gordel der waarheid, dan zal de Satan je proberen te treffen, je mond te snoeren, dat je niks meer durft te zeggen. Want je bent geraakt op edele plaatsen in je geestelijk leven. En je mond gaat op slot. En je geweten getuigt tegen je. Je hebt de sandalen niet aangedaan die vrede verkondigen, die het goede verkondigen. Maar boven dit alles wat ik jullie zeg, zegt Paulus, is er één ding wat heel belangrijk is. Die wapenuitrusting is niet afzonderlijk te verkrijgen. Je doet alles aan of je doet niets aan. Maar één ding is misschien wel het belangrijkste. Het schild des geloofs. Bovenal aangenomen hebben het schild des geloofs. Met welke gij de vurige pijlen van Satan kan uitblussen. Kind van de Heer, ik waarschuw u. Wandel voorzichtig. Doe aan de wapenuitrusting. De duivel zal proberen om de buurvrouw te laten ontvonken, om uw geweten wakker te schudden. U hebt een schild gekregen om die vurige pijl van Satan af te weren. U kunt in eigen kracht die zonde niet van u weren. U kunt alleen met het schild van het geloof. David zag op het dak Batsema. U ziet het ook elke dag. Ik weet het zeker. David had daar niet gehoord. Die hoorde in de strijd. Maar hij was thuis. En zijn blik viel op Batsema. David had oud-testamentisch de wapenuitrusting niet aan. En de Satan schoot een pijl af. Had David geen goed huwelijk? Wel ja.
die het beste huwelijk heeft, kan het morgen overkomen. Waakt, doet aan, spot niet met de wapenuitrusting. Spot niet om wakend en biddend te zijn. Wilt u de eindstreep ooit behalen? Dominee, dat ligt vast. Er is geen afval der heiligen. Oké, u hebt gelijk. Maar die volharden zal tot het einde toe, die zal behouden worden. Dat zegt mijn Bijbel. Kind van de Heere, strijd alsof er afval der heiligen is. En verberg u niet dat u zegt waar God begonnen is, komt het altijd goed, dominee. U hebt een eenzijdige blik op de schriften. Misschien misbruikt u Gods genade om de zonde te kunnen vasthouden. Ik roep u aan, belijd schuld. Bekeert u. Leg de zonde die u lichtelijk omringen, breng ze bij hem. En begin vandaag, dat klinkt wel erg menselijk, begin vandaag opnieuw. Alsof je opnieuw bekeerd moet worden. En verschuil je er niet achter dat je zegt, nou ja, die eenmaal lief hebt gehad, die hebt die voor altijd lief gehad. En die voor eenmaal gekocht is met zijn bloed, is tot in eeuwigheid gekocht met zijn bloed. Amen. Geloofd zij de Heere met stil ontzag. Maar draait het niet om. Wees niet makkelijk tegenover de zonde. Wees niet makkelijk dat het bloed van Jezus Christus u wel zal reinigen van alle zonde. Want als u zo denkt en zo doet, dan moet ik u liefdevol waarschuwen dat u wel erg goedkoop met de genade van God omgaat. We gaan naar huis. Ik wil u tot troost meegeven, gij die de Heere vreest. Hoort, wat mijn God deed ondervinden en wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Hij heeft mij verkondigd dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. Dood en hel en graf en de woedende uitlatingen van Satan zullen ons niet uit de handen kunnen rukken van hem die in zijn beide handpalmen ons gegraveerd heeft. Tenminste, dat moet u dan wel weten. Dat kun je ook weten. De Heere doet niks liever dan dat u te laten weten, opdat uw hart gerust mag zijn in de Heere. En dat je niet alleen hoeft te vrezen als straks de dood komt, maar dat je door die doodsjordaan geleid wordt door hem die de dood heeft overwonnen. Ik wil u dit nog meegeven als u die zekerheid mist. Als u daarmee vastloopt en u wordt elke keer onderuitgeschoffeld door de Satan. U hebt geen wapenuitrusting. Wat moet ik dan doen om zalig te worden? Ja, als je zalig bent, dan wordt het een strijd. Hoort u het? Als je zalig bent, dan wordt het pas een strijd. Strijd om in te gaan door de enge poort van de hemel. Maar het is een zeker binnenkomen. Maar u redt het niet in eigen kracht en in eigen strijd en in eigen werkzaamheden. Er is maar één manier om straks verzekerd te mogen zijn dat de poort des hemels voor je open zal gaan. Dat is voor al degenen. Ja, het klinkt als een refrein, maar het is ook een refrein, denk ik, voor al degenen die een mishagen aan zichzelf hebben gekregen. En die een hartelijke vreugde en liefde ontvangen hebben in Christus Jezus. Die zullen straks horen, kom binnen, gij vermoeide. Houd moed, het is nog een verdrukking van 10 dagen. Dan ben je de strijd voor altijd te boven. Een strijd niet om zalig te worden, maar een strijd om binnen te gaan in Vaders huis hierboven.
U hoeft om zalig te worden, niet te strijden. Er staat in Lucas dat u binnen mag gaan door de poort die eng is. Je laat de zalige ophouden met dat werken. Opdat je door de poort mag worden binnengedragen. En dat je je om mag keren. En dat je je verwonderen mag en dat je zeggen mag. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Kind van de Heere, heft je hoofd naar omhoog. Ik verkondig u vrede. Niet met de duivel, niet met de wereld, niet met je eigen vlees. Maar ik verkondig u de vrede van God in Christus Jezus, onze Heer. Het is geen verhaaltje hoor. Hey, jongens, het is geen romannetje hoor. Maar het is echt, echt waar. Ik weet het zeker, omdat God het gezegd heeft. Houd moed. Uw ziel zal vrolijk leven. Amen.